Goedemorgen allemaal. Het is woensdag en het is 5:30 's ochtends. Gisteren tussen niets van het 7:30. En nu weer nachtdienst. Ik heb goed geslapen. En de hele nacht doorgeslapen. Maar goed, ik ga mij rijden. Even wassen aankleden. Ik heb een beetje make-up op. En dan... dan ga ik zo. Dus daar zo over een uurtje. Iets meer dan een uurtje. Goed. Let's go. Trouwens, Chantal slaapt vanavond hier. Lang leven 2 persoons bed, dus die kan hier slapen. Ik ben benieuwd. Het is 2 in een 2 persoons bed. Ik ben nu gewend dat ik er maar eentje in lig, dus ik neem vrij grote ruimte. Maar ja, dat gaat vanavond niet. Ik ben benieuwd of we morgenochtend blauw wakker worden. Precies zo. Oh. Goed. Ik ga mijn ding doen. Ik ben thuis. Even een video op pauze. Ik ben thuis. Chantal is er ook. Ze is beneden. Oh. Ben ik aan het editen? Moet ook gebeuren. Ik heb net de avond gegeten. Ik ben best wel moe. Echt wel erg moe. Vandaag een hele drukke dag gehad, überhaupt een hele drukke week. Dus dat is eigenlijk wel heel lekker, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ik ga even video editen. Moet ook gebeuren. We moeten weer in online, dus daar gaan we voor. Goedemorgen. Oh, ik heb gisteravond na het editen eigenlijk niks meer gefilmd. Chantal, ik zou mijn hoofd al gaan slapen. Ik heb best lekker gelegen met 2 in bed. Ik zie dat ik er last van had ofzo, of dat ik dan alsnog het hele bed in beslag nam. Het is vrij goed gegaan. Ik heb zo'n babyvoedingskussen uitgeklapt en in het midden gelegd. Dus dat ging op zich allemaal hartstikke prima. Jullie hebben nooit voor hetzelfde geld hebben midden in de nacht gevecht omdat we deken terug willen of ons plekje terug willen. Dus. Maar het kwam allemaal goed. Even de keuken opruimen. Het is toch wel een rommeltje, dus trouwens 7:15. Oven slaat aan. Ik neem vandaag harde broodjes mee. Dus die heb ik even naar oven gegooid zodat ze straks afgekoeld zijn. Toch wel weer het fijnste. Als ze zo heet zou het zo vies. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik me net dadelijk weer klaarmaken. Ik heb geen idee wat Chantal aan het doen is boven. En ik ga even koffie zetten. Goed, de keuken is helemaal opgeruimd. Het stond helemaal volgebouwd met spullen voor de vaatwasser en al die dingen. Ik heb de vaatwasser aangezet. We zijn daar tegen wel weer 20 minuten verder. Ik ben nog steeds niet aangekleed. Mijn broodjes is in de oven. Ik heb koffie gezet. Ik ga even koffie zetten voor Chantal. Ik denk dat ze daar ook wat drank in heeft. Even dit in de kast zetten. Misschien een paar boodschappen gehad. Opstaatplein. Waar staat Tuska? Tuska is hier. Hey, daar. Oh, we zijn Opstaatplein. We krijgen net... Oh, oké. Okay. We krijgen... Oh, oké. Okay. Ja, wat? Oh, we krijgen net een mail van onze docent dat er nu een gastles schijnt te zijn. Terwijl we eigenlijk helemaal geen les hebben. Maar we kunnen nu toch niet meer op tijd op school zijn. Dus weet je, ze sturen een mail 5 minuten van tevoren. Ja. Uit is uit, weet je. We hebben geen les meer, dus we gaan gewoon. Maar ja, hij haat school. Wel, joe, deze kant.
Oh. Maar ja, in ieder geval, we gaan naar de Mookie. Dat is ook leuk. Geen idee wat ze verder allemaal wil gaan doen. Zie, die is in mijn schoen. Oh, dat is echt zin. Maar goed, let's go. Bij de Mookie. Leuke winkel, let's go. Ah, zijn we thuis. En ik ben net even gedoucht, want mama was vet en ik heb geen zin om morgenochtend te gaan. Ik ben nu bezig met opdrachten. Ja, heel erg boeiend. En we hebben echt zin. We hebben helemaal geen zin. Stel, slaapt vanavond nog een nachtje hier. Dat is wel gezellig en we gaan morgenochtend. Ze moet toch hier naar school, dus ja, maakt het uit. En dan kunnen we mooi even door naar opdrachten. Maar het is echt heel veel. Heel erg veel. Maar ja. It is what it is. Het moet toch gebeuren. Misschien had ik hier ook iets eerder aan moeten beginnen. Maar er is zoveel te doen. Dat je op een gegeven moment gewoon niet meer weet waar je nu aan moet beginnen. Maar het komt allemaal wel goed. Ik ga deze opdracht afmaken. En hou ik even een break. Want ik ben echt mega moe. Echt mega moe. Ik wil niet gaan slapen. Dus daarom ben ik bezig. En dan slaap ik vannacht waarschijnlijk weer niet. Tuurlijk wel. Nou, jij wel, ik niet hoor. Ik ben echt onder... Oh, dicht. Dan ben ik echt gewoon de hele nacht wakker. Je zit naast mij. Je kan het me ook gewoon laten zien in plaats van het toe te sturen. Nee, ik vind het leuk om het te sturen. Yes, my girl. Hij zegt over een fan, that's my girl. Scoot! Oh, why? 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 Waarom doe je dat? I don't know, ik heb net een masker op gehad van de kruidvat. Het is redelijk. Goed, ik ben nog steeds heerlijk aan het werk in mijn bed. Ik kom er tegenwoordig echt niet meer vanaf als ik thuis ben. Het is heerlijk om gewoon lekker rechtop in mijn bed te zitten. Een beetje dekentje over me heen, een beetje aan het werk. En aangezien Chantal de spullen op mijn bureau liggen, kan ik er überhaupt niet aan zitten. Maar dat geeft helemaal niks. Ik ben lekker bezig. Even mijn muziekje aanzetten tegelijk dat ik bezig ben. En dan ga ik het even afronden voor vandaag. Morgen gaat het natuurlijk gewoon weer verder. Maar ik ga zo meteen naar mijn opa en oma, want ik ga Chantal haar verven. En ik ga mijn eigen haar daar ook verven. Super chill, ik ben heel erg benieuwd. Dus ja. Ik ga zo meteen even een andere broek aan doen. Dit hou ik dan wel weer aan. Want ja, ik heb op zich niet heel veel extra kleren nodig. Ik doe zo meteen alleen even zo'n makkelijke broek aan. En dan even mijn schoenen. En dan ga ik eventjes naar mijn opa en oma. Ik heb zin in. Even langs, even kijken hoe het gaat daar. Even mijn tussenbeoordeling laten zien. En ja. Een beetje mijn ding doen. En even de haren verven daar. Mijn moeder vindt het niet zo fijn als ik hier haren ga verven. Om de reden dat ik vorige keer heb gedruppeld met mijn eigen haarverf op de houten stoelen. En nu zit er dus echt een bruine vlek op de houten witte stoel. Ze zijn niet heel blij mee. Dus vandaar dat ze niet wil dat ik het hier doe. Dus ik neem zo een oud handdoekje mee. En ga ik ze meteen even naar mijn opa en oma toe. Het is nog maar 7:30, dus het is hartstikke vroeg. Maar ik ben op zich wel de hele middag al bezig. Ik heb alles al dicht gedaan. De hooggordijnen zijn dicht. Ik heb alle spullen die staan daar. Aan die kant van de kamer en op mijn bureau staan spullen. En ja, het is alsof ze hier woont. Alles staat vol met de spulletjes. Maar ja, dat is logisch. Mijn spullen liggen gewoon in mijn kast en die van haar staan in de tassen. Dus ja. Maar goed, het is wel gezellig. En ja, het is gewoon gezellig met haar. Ik vind het gewoon leuk dat ze er is. Dat weten jullie ook natuurlijk. En ja, ik dacht, weet je, we gaan gewoon lekker vloggen. Want ja, why not? Kan gewoon toch, jongens en meisjes. Dus ja, dat vind ik dan wel weer, weer leuk dat ze er is. Ja, dat vroeg ik. Goed. We zijn ons haar aan het verven. Ik heb mijn haar weer bruin geverfd. Kim heeft zwart paars. En ja, zoals je kan zien, het ziet er weer mooi bruin uit. Dus ja. Maar ja, Kim die is zo slim.
om op de mooie nieuwe vest te knoeien met de verf. Ja. Goed, we gaan nu mijn haar uitspoelen. Want er zit een crème spoeling in. Dus ja, let's do this. Godzegen, oh mijn god. Godzegen? Ja, hartstikke. Ja, heel graag. Why? Kijk, ik moet gewoon dat dingen doen. Dat is zo handig. Ja, dit is echt in de tand. Kijk, zie je in mijn haardruppel. Nou? 3 maanden. 3 maanden zelfs. Yep. Het haar is gedaan. Het is redelijk rood. Nu lijkt het echt zwart. Omdat het tegenlicht is. Maar het is echt wel een beetje rood. Ik moet morgen weer nog een spul mijn haar. Het zit nu echt vreselijk. Maar goed, ik moet toch slapen. Maakt het uit. Ik lig inmiddels in bed. Ik ben niet de enige. Hallo. Jean-Paul ligt ook. Again. Again. Volgens mij wil ze niet meer weg. Nee, we gaan zo lekker slapen. Het is 10:30. 10:30. 10:50. 11:00. Ja. Oh man, het is zelfs nog laat. Ik dacht dat het best vroeg was. Maar goed, we gaan zo slapen. Welke kleur is nou van Robbie en welke is nou van Rye? Wat? Welke auto? I don't know. Hey, dat heb ik niet gezien. Welke vloer is dat? Die nieuwe behind the scenes. Hoe dan? Waarom heb ik dat hele stuk niet gezien? Om slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Ik zit met mijn kleren in mijn handen. Ik ga me zo aankleden. Chantal is ook wakker. Die is even naar de wc. Ik heb een roadtrip vlog aanstaan. Een beetje lekker wakker worden. Ik ga me even aankleden. Ik heb vandaag gewoon een simpele zwarte vliestrui. Van de Primark. Mijn broekjes van de Primark. Mijn BH's van de Primark. Mijn ondergoed van de Primark. Alles van de Primark. Behalve mijn schoenen. Die zijn vandaag van Vans. En mijn keel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die doet zeer. Maar goed. Hopelijk komt het wel gewoon redelijk goed vandaag. We hebben een lange dag. Best wel een lange dag. Tot 4:00. Hopelijk mogen we eerder. Maar... we zien het allemaal wel. Goed. We zijn met de meter af. Gaat over 6 minuten. Het haar is echt donker weer. Dat ben ik echt niet gewend. En Chantal is weer lekker bruin. Ja. Oh. Alleen met die zon even vol. Het leek niet goed van mijn blond. Ja, het leek licht aan de andere kant. Maar dat komt echt door het licht. Oh. Ik heb toch haar niet donker. Dat is echt wat. Oh, dat is fijn. Maar goed, op naar school. Ik heb mijn deadcoat aan waar ik gisteren zelf heb. Alleen hier zit nog een vlek. Alles is eruit gekomen, gelukkig. Dus dat is wel mooi. Maar we moeten wachten. Nou, dan gaan we even wachten op de meter. We zijn de bus uit. En we zien daar al iemand staan. We zijn de bus uit. We gaan hier nu de andere bus pakken. Dat we niet willen lopen. Dus ja, daar is eerst mijn haar piekt een beetje. Boeien. Het is zwart en rood. Morning! Good morning! Oh, goed. We hebben tussenuur. En wat gaan we doen in tussenuur? Filmen. We gaan een cover opnemen van het Leura-nummer. Of tenminste de cover van Roadtrip. Het officiële nummer is van Selena Gomez. Look at it now. We zijn ons rot aan het razen naar het parkje. We gaan vandaag een keer niet in het park filmen. Maar voor het park. Bij de speeltuin / skatebaan dingen. Even wat anders. Maar ja, ik ben benieuwd hoe die eruit gaat zien. Jullie zullen het niet komende maandag, maar de maandag daarop zien. Ik ben benieuwd. Ik moet hem nog gaan filmen en editen.
Jullie weten al lang hoe hij eruit komt te zien. Goed, ik ben inmiddels thuis. Chantal die heeft de spullen gepakt en die is net naar huis. We hebben net thuis gebracht. Ik heb even een gele trui over mijn shirtje aangedaan, want ik heb het super koud. Mijn kamer is weer back to basic hoe het was. Alle spullen van Chantal zijn opgeruimd en aan de kant. Mijn twee hoesjes die ik heb besteld zijn binnengekomen. Ja, ik heb namelijk afgelopen woensdag mijn telefoon laten vallen waardoor mijn glaspadje weer brak. Terwijl er gewoon een hoesje omheen zat en het zijn gewoon echt hele dunne slechte hoesjes. Dus ik heb nu twee shockhoesjes besteld. Onder andere deze. Dit is een witte. Er zit wel weer een gat in. Dus daar heb ik eventjes zo'n plaatje opgezet. Weer zo'n zwart dingetje onder. Maar misschien dat ik een witte zoek. Dat ik een wit dingetje eronder doe. Of een wit papiertje of zo. In ieder geval iets wit. Maar goed, dit is dus het eerste hoesje. Hij is dus een slangenprint. En dan heb ik deze in het grijs. Ik zal hem even laten zien. Deze in het grijs. En die is dus gewoon leer. Dus ja, misschien dat ik hier wel het wit van af ga halen. Want dit is best wel stevig. Dus ik denk dat ik hier gewoon een klein stukje uit ga halen. Die eronder ga zetten. En dan heb ik een wit stukje. Dat staat iets leuker dan zo'n zwart cirkeltje in het midden, toch? Dit ziet er dus wel iets beter uit. Het valt niet iets minder op. Dus dat is mooi. De reden dat ik voor wit en grijs gekozen heb, is ik wil sowieso al heel erg lang wilde ik een wit hoesje. Maar ik kon nooit witte hoesjes vinden voor mijn telefoon. Nu wel. En ja, die grijze had ik in eerste instantie besteld. En toen dacht ik, oké, die ga ik doen. En toen kwam ik die witte tegen. En toen dacht ik, wit. Ik wil wel heel lang wit. Dus die heb ik ook nog extra besteld. Ik heb echt velletjes en droge handen. Ik heb echt velletjes aan mijn nagels. De hele dag al. Of aan mijn vingers. Dat is echt heel irritant en heel pijnlijk. Ik bedoel echt zeer. Ik heb net de video geëdit van de cover die we vandaag hebben opgenomen. Ach, die vind ik zo echt zeer. Dat is allemaal heel leuk geworden. Dit is echt heel leuk geworden. Ik heb alleen twee beelden die ik heb gefilmd, ben ik vergeten te gebruiken. Dat ben ik gewoon echt compleet vergeten toe te voegen. Dus helaas. Maar in ieder geval gaat deze show wel hartstikke leuk online. Tenminste, hij wordt ingepland voor maandag 11 november. Volgende week. Alhoewel, volgende week stond er al ingepland. Dus ik moet hem een week gaan verschuiven. Oh, wacht, de 18e kunnen we wel doen. Ja, doe ik hem de 18e. Dus dat gaan we doen. Die staat dus ook gepland. Voor volgende week staat er ook eentje. Ik wil proberen elke maandag een cover online te zetten. Als ik dan een keer geen vlog online kan komen, dan kunnen jullie even tot de dag daarna een cover verwachten. Ja, dus die sla ik op. Het is trouwens nog 3 weken totdat vlogmas is, jongens. En ik ga niet dagelijks vloggen. Dat ga ik niet redden in verband met opdrachten en stage tijd en alles. Maar ik ga week vloggen. Wat betekent dat er elke maandag om 6 uur 's ochtends een weekvlog online komt. Dat zal een vlogmaschema worden. Het is dus zeg maar, de week begint. Even kijken hoor. Maandag 25 november. Is de eerste week eigenlijk. Want zondag is het 1 december. Dus dat zal dan wel even een dagelijkse vlog worden. Ik hoop trouwens dat ik die dag een tussendienst heb. Want dan kan ik eigenlijk daar wel een eendaagse vlog van maken. En de rest wordt gewoon een week. Dus van 2 tot 8 december ga ik de hele week vloggen. En ga ik echt puur de kerstachtige dingen vastleggen van de week. En jullie natuurlijk een beetje op de hoogte houden hoe de week is gelopen. En dan zal die dus de week erop, dus 9 december om 6 uur 's ochtends maandag online komen. Dus ja, daar heb ik wel echt super veel zin in. Het zal dus wel zo zijn dat ik dus elke zondag de vlog in de middag eindig. Zodat ik hem s'avonds nog kan editen voor ik naar stage ga. Maar ik heb er wel zin in. Ik vind het jammer dat ik nu niet de dagen kan doen. Maar daarentegen doe ik nu wel de weken. En dat is op zich ook wel leuk. Ik kan het niet anders doen. Ik kan er niks anders van maken. En het is voor mij te veel werk om dat wel te gaan doen. Dus ja, dat is allemaal toch wel een beetje. Ik vind het ook wel echt jammer dat ik het nu niet kan doen. Weet je, ik heb het nu 4, 5 jaar gedaan. En het is ook gewoon echt heel erg leuk. Even gauw dit veranderen.
Dus ja, dat is ook gewoon wel echt heel erg leuk. Dus het is gewoon heel lastig van, joh, wat ga ik nu doen? Gaat het me wel lukken om dat te doen? Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga nog even een video uploaden die ik nog moet uploaden. Die is wel geëdit. En dan ga ik naar beneden. Ik ga zo even de honden, of tenminste de hond zal eten geven, eten gehad. Maar in ieder geval, ik ga wel de dieren buiten even eten geven. Dus even de kip eten geven en de konijnen en zo. En daarna dan ga ik eten. We gaan gewoon makkelijk eten. Ik heb ook niet heel veel trek. Dus dan ik gewoon soep ga eten of zo. Niet al te moeilijk. Gewoon een beetje simpel. Maar goed, in ieder geval, ik heb mijn twee extra protective cases. Ik ben er heel blij mee. Ik wil alleen mijn achtergrond nog veranderen. En dan ben ik happy. Ik ben echt happy met een wit hoesje. I love it. En hij heeft nog een leuke print ook. Wat wil je nog meer? Goed, planning is een klein beetje gewijzigd. Namelijk, ik ga pasta maken. Ik had nog deze Trajaar jelly zak met pasta in de, of een carbonara zak in de, ja, kast. Zo. En ik heb nog een beetje carbonara saus nog in de kast. Ik heb niet zo zin om soep. Het is zo makkelijk altijd. Ik heb een beetje broccoli. Die ga ik nog zo even koken. Ik had nog ergens ham. Maar ik denk dat dat onderhand al pootjes heeft gekregen en weg is gelopen, heb ik het idee. Ik weet niet waarom. Het zou zomaar kunnen. En ik heb ook nog spaghetti. Maar die is misschien voor volgende week wel handig. Want dan heb ik natuurlijk avonddienst. Dus ja. Dat wordt een vegetarische pasta. Dat geeft ook helemaal niet trouwens. Ik vind het helemaal niet erg. Ik heb daar echt totaal geen probleem mee. Dus ik ga nog een beetje broccoli koken. En dit even zorgen dat dit wat dikker wordt. Dit moet warm. Dan kan de pasta en de saus die er al een beetje bij zit, kan hierbij. En dan ga ik zo meteen lekker eten. En het is inmiddels trouwens, ik heb ineens een idee hoe laat het is. 17:07. Nou jongens, doe een wens. Focus. Doe een wens. Jullie kunnen wensen. Ik heb een wens gedaan. Top. Ik ben trouwens net eventjes een lijstje aan het maken geweest. Met de datums wanneer welke video online komt. Want echt, toen weet ik echt door de boom het bos niet meer. Alles staat door elkaar. En ik had net, ik zag net dat ik twee video's op dezelfde dag had geplaatst. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Tenminste, het is leuk. Maar ja, dan kan ik ze beter een dag na elkaar zetten ofzo. Ik neem namelijk heel veel op de laatste tijd. En ik neem dat ik iets te veel opneem. Waardoor ik dus eigenlijk, alles valt door. Waardoor ik dus eigenlijk gewoon te veel content heb om gewoon normaal online te zetten. Ik heb te veel. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Ik ga even een klein beetje drinken uit mijn o zo mooie, weer fresh gewassen, in de vaatwasser geweest de Starbucks beker. Yep. Ik ga het eten doen. En nog een beetje broccoli koken. Want het is zonde om je groente weg te gooien, jongens. Groente is gezond. Proost. Oh, goed, ik ben heel even lekker op mijn bedje gaan chillen. Ik ben net eventjes nog een opdracht aan het afmaken geweest. En ik wil nu heel even een YouTube video kijken. Er zijn namelijk vandaag echt heel veel video's online gekomen. En ik heb er nog geen één gezien. Dus dat wil ik even gaan doen. Het is trouwens inmiddels bijna 8 uur. Over 9 minuten gaat mijn cover online op mijn tweede kanaal. Natuurlijk het kanaal dat ik samen met Chantal deel. Daar gaat hij online. En over 2 weken komt hij op mijn kanaal online. Dus misschien hebben jullie hem gezien als je dat kanaal volgt. En anders dan zie je hem over 2 weken op mijn eigen kanaal. Maar nou, wil je hem heel graag zien, check dan eventjes ons tweede kanaal, Just Like Us. Superleuk kanaal. We doen er nu niet heel veel mee, omdat we echt heel erg druk zijn met school en alles. Maar er komen zo af en toe hier en daar wel eens wat video's online. Het is ook weer tijd dat we even wat dingetjes weer gaan opnemen. Dat is ook wel een tijdje geleden. En we gewoon even lekker weggaan ofzo.
Ja, dat hoesje bevalt me trouwens echt nog steeds. I love it. Ik ben er super, super blij mee. Ik ben alleen heel bang dat hij heel snel zwart wordt. Maar dat hou je toch niet tegen. Elk hoesje wordt gewoon vies. Doorzichtige hoesjes die worden gewoon op een gegeven moment helemaal bruin. Andere hoesjes die vervagen en worden lelijk. Dus je kan er toch vrij weinig aan doen. In ieder geval ga ik even een video kijken. In dit geval even de video van Jill. Daarna wil ik nog even een andere video gaan kijken. Ik weet nog niet welke. Maar ja, yeah, I'm happy. Ik ga eventjes lekker genieten en even relaxen. Goed, ik heb de video afgekeken en ik ben best wel erg moe aan het worden. Het is nou niet te bedoelen dat ik gelijk ga slapen. Maar ik merk wel dat ik echt wel een hele drukke week heb gehad. Ik heb best wel een drukke week gehad op stage. En een best wel stressvolle week, want ik had mijn tussenbeoordeling deze week. En dat was echt wel even dat ik dacht van, oeh, dat is heel spannend. En oh, hoe gaat het lopen? Maar in ieder geval is het nu dus zo dat ik deze vlog ga afsluiten. Ik ben best wel moe, wat ik net al zei. Dus ik wil deze video in ieder geval gaan editen, zodat ik daar geen omkijk meer heb, naar heb dit komende weekend. Wat ik wel net heb gedaan is, jongens, ik blijf switchen, I know. Maar dat witte hoesje, dat wordt nu al een beetje zwartig. Vind ik heel zonde. En ik wil dat witte hoesje juist graag gaan houden voor de feestdagen, voor kerst en alles. Omdat wit is gewoon sneeuw en winterachtig en vind ik leuker dan grijs. Dus ik heb nu de grijze en ik heb eventjes een zwart dingetje, omdat ik geen grijs iets had om hier achter te zetten. Dus dan maar zwart, vind ik wel jammer eigenlijk. Ik had wel graag iets grijs gehad, maar dat heb ik nu even niet. Ik ga straks misschien nog even zoeken naar iets grijs. Het zou toch wel fijn zijn als ik dat heb. Maar in ieder geval ga ik de boel hier een beetje aan kant maken. En deze vlog editen. Dat moet ook gebeuren. Dus dat ga ik nu doen. Ik bedank jullie voor het kijken op deze video natuurlijk. En blauwe duim omhoog. En ja, ik zou zeggen, ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En morgen ga ik een hele dag apart filmen. Dus dat komt hartstikke goed. Het wordt hartstikke leuk. Het wordt hartstikke gezellig. Het wordt een productief weekend. Staat daar nog op de planning. Wil je dat zien? Check dan even de volgende video. Ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!